we gaan gewoon een poging wagen. Het is vrijdagochtend tien over acht en dat betekent tijd voor de wekelijkse column van Wouter die ook wel bekend staat als King op de Week. Sinds februari mag ik mij hier op vrijdagmorgen opwinden over het nieuws en grapjes maken, maar nog geen één keer ben ik zo boos geweest als vandaag en dat ik het echt moeilijk vind om grappen te verzinnen. Maar gelukkig, ik heb in ieder geval één hele slechte woordgrap, dus hou je drumstel bij de hand. Laat me je eerst een kort verhaal vertellen. Robert Johnson was een bluesgitarist in de jaren 30 van de vorige eeuw. En echt heel goed was hij niet, maar volgens de legende verkocht hij zijn ziel aan de duivel om daarna iedereen geweldige muziek te laten horen. Hugo de Jonge en Mark Rutte zijn demissionaire politici in de jaren 10 van deze eeuw. Echt heel goed zijn ze niet, maar volgens de legende verkochten ze hun ziel aan de duivel om daarna niemand ooit nog muziek te laten horen. Afgelopen weekend was ik in Amsterdam. En op het centraal station vertrok een metro vol Ajax-supporters naar de arena. Die metro zat bomvol en bijna niemand droeg een mondkapje. Mondkapjes zijn namelijk net als hersenen. Vet onhandig als je racistische shit wil brullen en bier wil drinken. Dat ging dus prima in die metro. En ze waren op weg naar een stadion met 25.000 andere voetballiefhebbers. En dat mag, want de stadion heeft stoeltjes en iedereen weet dat je geen COVID kan krijgen als je op een stoeltje zit. Covid houdt niet van stoeltjes. Anders heten het wel Cozit. Daar was het rumstel. Sorry, komt hij? Ja, ja. Daarom. Heel goed. Daarom heeft corona ook zo'n huis gehouden in India. Hè. Daar hebben ze geen stoelen. Tenminste, dat denk ik. Want je ziet altijd mensen bovenop in plaats van binnen in de trein zitten. En heel eerlijk, met de huidige vaccinatiegraad zou ik met metro's vol voetbalsupporters ook helemaal geen probleem hebben als ik over twee weken ook bussen tussen Binninghuizen en het Harde zou zien rijden... met stinkende festivalgangers. Maar die komen er niet. Want dit kabinet grijpt elke mogelijkheid om de cultuursector de nek om te draaien... met beide linkerhanden aan. Meerdagse festivals, zelfs met de meest rigoureuze testen, mogen niet. Eendagse festivals mogen alleen als ze zo weinig bezoekers toelaten... dat het onmogelijk rendabel kan zijn. En dat er geen enkel respect is voor de cultuursector... Dat weten we al sinds november, toen alles twee weken dicht moest om een gebaar te maken naar de zorg. De zorg had meer gehad dan strenge maatregelen, maar ja, er kwamen ook verkiezingen aan, dus dat zat er even niet in. En op 5 september, op één week na, anderhalf jaar na de eerste coronamaatregelen, vindt in Zandvoort een van de grootste marketing-evenementen ooit plaats. Rijdende reclameborden proberen om met zoveel mogelijk lawaai, zo snel en zoveel mogelijk uitstoot te genereren. En hoewel ik niet begrijp wat daar leuk aan is, gun ik iedereen die daar wel van houdt echt heel veel plezier. En een hele toffe dag daar op het circuit. Echt, geniet ervan, want er is een heleboel natuur voor vernietigd. Maar dat voetbal en Formule 1 wel weer mogen met tienduizenden bezoekers tegelijk, terwijl festivals worden behandeld alsof corona het gevolg is van een nachtje doorhalen in de 24-uur-stand, maakt me gefrustreerd en boos. Het wordt tijd dat de sector een gebaar terugmaakt naar de politiek. En of je links bent of rechts, dat maakt niet uit. Het enige wat je nodig hebt is je vinger in het midden. Een hele dikke vinger in het midden.